Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Um, je werkt het wellicht misschien wel, uh, misschien heb je er zelf last van, uh, maar de energie is zich aan het opbouwen. Er is heel hoge energie naar de aarde aan het komen op dit moment. En uh, dat kan maken dat je um, aan de ene kant misschien extra vermoeid bent, of dat je voelt dat er, uh, je hoofdpijn doet, dat je druk voelt bovenaan je hoofd, um, dat je lasta van keel-upgrades uh, in die zin dat je bijvoorbeeld veel moet <coughs> gaan kuchen of uh, dat je gaat gaan hoesten of dat je stem gaat gaan veranderen uh, dat is allemaal mogelijk zeker met uh, de nieuwe upgrades de nieuwe hogere uh, energieën die naar de aarde komen voor mij voelt het een beetje als uh, thuis komen en uh, die hele hoge energieën that's my kind of life that's mine... het voelt zo vertrouwd aan uh, dat ik er instant blij van word. Maar niet tegenstaande betekent dat ook dat uh, ook ik de uh, connectie met de natuur nodig heb. En daarom ben ik gisteren samen met mijn kinderen en de kinderen van mijn zus uh, naar het bos gegaan. Uh, ze hebben daar een hele fijne tijd en ik zelf ook gehad op de speeltuin. Uh, en er was zand, dus we hebben allemaal met onze blote voeten uh, de hele namiddag daar rondgelopen en gespeeld, plezier gehad, genoten van de zon. En dat um, is hoe het is wanneer hij leeft eigenlijk vanuit je flow, vanuit je uh, verbinding met je ziel. Omdat je dan voelt wanneer hij wat nodig hebt, omdat je dan voelt wanneer dat tijd is om even op die pauzeknop te drukken, om even te uh, detachen, te onthachten van de dagelijkse slommer en, 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 en slommer en sleur. Um, en door net weg te stappen van je leven, van alle to-do's en eigenlijk van de rat -race, zeker als je nog al gaat werken voor een uh, betaalde job in een bedrijf, dan zit je nog veel meer vast dan de 9-to-5 mentaliteit. Uh, en op zich is dat geen probleem mee, als dat jouw vervulling biedt en als dat uh, inderdaad goed voelt voor jou. Um, maar ook daar is het uh, belangrijk om in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk Af te stemmen op je eigen ritme en op je eigen natuurlijke flow. Um, ik ben bijvoorbeeld iemand die s'morgens uh, heel graag de tijd neemt om rustig wakker te worden. Ik heb dat al uh, meerdere verteld. Maar dan neem ik de tijd om te gaan voelen, te gaan visualiseren hoe dat ik eigenlijk mijn dag wel ga ervaren. Wat dat ik wel ga ervaren door mijn dag. Uh, wat ik wel ga doen. Maar tegelijkertijd laat ik het ook los van, oké, okay, uh, ik had dat en dat op de planning staan, maar eigenlijk voelt het aan dat ik vandaag nu eigenlijk iets anders mag gaan doen. Dat voelt het meer afgestemd. En dan laat ik dat ook los, omdat dat ik ook geleerd heb dat wanneer ik net dat eigenlijk dan de kracht en de moed heb om op dat moment los te laten, dat er weer heel veel nieuwe zaken ontstaan. Um, en wanneer dat je dingen gaat gaan creëren, zelfs als het gaat over je huishouden, over de streek, over de was en de plas, over die zaken, omdat de meeste mensen wat tegenaan kijken. Um, wanneer dat je het doet op momenten dat je het echt voelt, dan ga je zien dat het zoveel sneller gaat, dat het zoveel uh, leuker is. Um, als er dingen zijn dat je het wel moet doen en je kan het niet uitstellen. Maak het dan leuk. zet dan leuke muziek op. En, en muziek die je, die je oplift, die je weer energie geeft. en dan ga je ook zien dat dat eigenlijk dan ook weer dat het saaie taakje, uh, eigenlijk een hele leuke ontspannende taak was. En als je er eigenlijk de volgende keer naar uitkeert. En dan je dan ook weer die muziek kan opzetten en dan weer opnieuw in die vibratie en in die frequentie kan gaan, gaan. Dus er zijn zoveel manieren waarop je eigenlijk jouw energie kan, uh, kan gaan gronden en je uh, kan gaan uh, weer verbinden met je innerlijke zelf, met je innerlijke kind. En uh, je, je merkt dat ik regelmatig naar buiten keek. en dat is omdat de kinderen hier uh, op domein uh, allemaal buiten aan het spelen zijn. En op zich zijn er hier niet, niet veel uh, speeltoestellen, eigenlijk behalve een trampoline, is er hier niets. Uh, en toch, elke dag opnieuw vinden zij een spel uh, vinden ze materialen in de natuur, hier op het domein, uh, boomstammen, aarde, uh, gras, dieren, waarbij dat ze een volledig nieuw avontuur en een nieuw spel gaan ontdekken? En dat is eigenlijk hoe dat wij ook weer opnieuw mogen in het leven gaan staan. Uh, elke dag verwonderd zijn van de dingen die op ons pad komen. Elke dag openstaan voor de oneindige mogelijkheden dat het universum, dat de wereld ons te bieden heeft. En het is net daarom dat het ook belangrijk is dat je regelmatig naar buiten gaat. Dat je eigenlijk uit jouw huis komt. Dat je eigenlijk je verbindt met, niet zozeer met mensen, natuurlijk ook met mensen, maar in eerste instantie met de natuur. Want de natuur toont jou die flow, toont jou die natuurlijke cyclus. Toont jou dat welke obstakel dat er ook op je pad komt, er altijd wel weer een oplossing is. En dat het geen teken van zwakte is wanneer hij hulp vraagt, maar dat het net een teken van kracht is wanneer hij hulp toelaat. Um, en daar is ook het puntje dat ik merk bij de meeste mensen die in het begin met mij samenwerken, dat ze het, het, de problemen waar ze tegenaan lopen of de, de contrast dat ze voelen in hun uh, leven tussen waar dat ze nu zijn en waar dat ze eigenlijk zouden willen zijn, dat ze dat als een heel groot probleem ervaren. En proberen te gaan bedenken, dus vanuit de mind, proberen te gaan controle te krijgen op hun leven. En op het, hoe kan ik nu op de snelste manier dat wens die wens, dus het eindresultaat, nu al ervaren. En dat daar zit ook weer de clue, want je kan niet vanuit het niet ervaren, en uit van het focussen van het is er niet, en het, het is er nu nog niet, en het is een tekort, en er is... Um, die leegte, kan je niet komen tot het voelen. Dus het afstemmen... Wacht hoor. Mijn kinderen. Voilà, we zijn terug. Ze hadden verse koosten nodig, want het had geregend en ze waren helemaal niet. Zo so het. Wat ik aan het zeggen was, was dat... Um Wanneer je in de mogelijkheid bent om je af te stemmen op de oneindige mogelijkheden van het universum, dan ga je zien uh, dat je eigenlijk alles kan manifesteren wat je wenst. En dat wanneer je loskomt van de bestaande structuren, van de bestaande ideeën die je hebt over wat er mogelijk is, dat er plots heel veel meer zaken opengaan. Dus het belangrijkste is om eigenlijk elke dag te gaan kijken van oké, okay, wat is de weg van de minste weerstand? Tussen wat ik nu ben en waar ik eigenlijk naartoe zou willen zijn. Dus tussen wat ik nu ben en tussen het ervaren en het volledig manifesteren van mijn wens, mijn verlangens, mijn droom, wat dan ook. Of wat het nu gaat over huis, een relatie, uh, meer geld, meer klanten. Het maakt niet uit. Eigenlijk is alles wordt alles gemanifesteerd op dezelfde manier. Dus wanneer je de weg van de minste weerstand kiest, dan betekent dat eigenlijk dat je die gedachten volgt, positieve gedachten volgt, maar die je tegelijkertijd ook een um, hell yes, een heel opwindend gevoel geven. Wanneer dat je gedachten hebt, en dat zorgt ervoor dat je um, gaat gaan twijfelen, dat je je down voelt, je niet had, je, je, je was slecht voelt, je verdrietig voelt, je, je niet helemaal volledig zeker bent, dan is dat niet de weg van de minste weerstand. De weg van de minste weerstand is wanneer dat je bij een gedachte dat je cape van gevoel ervaart. Waarbij dat je zoiets van, yes, bring it on, come on, breng het maar. Dat is de weg van de minste weerstand. En dat is iets wat ik uh, heel vaak zie bij mensen. Dat ze, door het feit dat ze ervan uitgaan dat maar dit, dat en dat mogelijk zijn, dat ze zoveel andere mogelijkheden gaan, gaan, eigenlijk gaan uitsluiten. Doordat ze het niet toelaten binnen te komen in hun um, ervaring, in hun bewustzijn. Dus, uh, voor, voor, stel voor jezelf de vraag van, uh, um, kies één probleem, één obstakel waar je nu tegenaan loopt, wat je eigenlijk zou zo willen uh, uh, gaan transformeren, gaan transmuteren. <tiek> en zeg dan: van, Kijk, oké, okay, ik geef toestemming aan het universum om mij te tonen welke oneindige mogelijkheden dat er zijn en die ik nu nog niet kan ervaren, of zien, of horen of voelen. En laat dat dan los. Ga dan verder met je dag. Doe dan andere dingen. En door de hele dag ga je merken dat er uh, boodschappen op je pad komen. Of dat je plotse ideeën hebt die uh, te maken hebben met het probleem en het obstakel. Dat kan ook zijn dat je bewust wordt van een gedachte die je had of hebt en dat net dat die gedachte hetgeen is dat jou nog blokkeert. Dus dat er eigenlijk nog voor zorgt dat je niet verder komt. En dus dan kun je vragen aan jouw gidsen, aan het universum, om eigenlijk die gedachte te transformeren. Want hoe werkt het? Van Zodra dat je bewust wordt over gedachten, en bewust wordt over de kracht en de macht dat die gedachte had in jouw leven, op die manier wordt die eigenlijk onmiddellijk getransformeerd en geneutraliseerd. Dus, en zo snel kan het gaan. Maar ook daar, het kan zo snel gaan op voorwaarde dat jij dat toelaat. Dat jij daarvoor open staat en dat jij dat zo uh, laat uh, gebeuren in jouw leven. Zo. Dus, conclusie van vandaag. Wees bewust van de gedachten die je hebt over het probleem of obstakel waarin je tegenaan loopt. Vraag en geef toestemming aan het universum om jou daar meer informatie, meer bewustzijn over te brengen. En ga vervolgens gewoon verder met je dag. In die zin, ga naar buiten. Verbind je met de natuur, verbind je met de heilende kracht van de natuur. En um, wanneer er hevige emoties naar boven komen, laat die ook naar boven komen. Push die niet weg, houd die niet tegen, maar laat die volledig naar boven komen. Ervaart die, herken die en zeg dan van oké, okay, ik heb je gezien, ik weet wat je mij komt zeggen, maar ik beslis om daar niet verder in mee te gaan. Dus wat wil dat zeggen? Ga niet in overdenking als het gaat over je emoties. Als je je verdrietig voelt en je weet niet van waar dat vandaan komt. Of je moet huilen en je weet niet van waar dat vandaan komt. Vertrouw je lichaam. Vertrouw dat je lichaam weet wat je nu nodig hebt. En als dat is om dingen los te laten door te huilen, dan laat dat, laat dat dan toe. Zondag is Nieuwe Maan. Dat is ook het 8-8-portaal. Dus je merkt dat de energieën zich aan het opbouwen zijn. Dus... Um als iemand jou triggert, gaat er niet in mee. Neem even afstand, neem elke eigen ruimte, wat dan ook, maar zorg dat je nu niet mee gaat in verhitte discussies. Want dat helpt je sowieso niet verder. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een fijne dag verder en dan zie ik je in de volgende video. Dag.